Iedereen maakt zich ontzettend zorgen over de vraag of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Hoe zit het nu? Ja, dat is zeker de vraag. Zeker ook als je hier staat, hè, de wind draait af en toe en dan is het net alsof je je hoofd in een fles terpentine stopt. Zo chemisch ruikt het hier allemaal. De een zegt van gevaarlijk, de ander niet. De burgemeester hebben we daarover gevraagd en die zei daar het volgende over. Welke stoffen zijn er vrijgekomen? Dat weet niemand. Ja. Spannend dan voor de inwoners van de Moerdijk? Nou, hebt u nou over de gemeente Moerdijk of over de kern Moerdijk? Over welke stoffen vrij zijn gekomen? Er zijn voor zover wij weten stikstofoxiden vrijgekomen en meer weten we niet op dit moment. Andere stoffen zijn niet gemeten. Of ze vrij zijn gekomen weet ik niet. U heeft een lijst van alle stoffen die opgeslagen zijn. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat is een lijst van meer dan 50 pagina's. Daar kan ik u nauwelijks iets verstandigs over vertellen. Er staan heel veel spullen op die ik eng zou vinden. Maar zij mogen ze in voorraad hebben en bewerken en verpakken. Maar de inwoners van Moerdijk zijn ook een beetje bang, denk ik, momenteel. Nogmaals, hebben we het over de gemeente Moerdijk? De stoffen die vrijkomen voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. De inwoners van de gemeente Moerdijk. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Zolang niet iedereen precies weet wat er vrij is gekomen, zal er een zekere mate van ongerustheid blijven. We kunnen alleen maar zeggen dat we het menselijk mogelijke op dit moment doen. Meer dan dat zit er voorlopig niet in. We horen zojuist dat de brand is overgeslagen naar een ander gebouw. Hoe zit dat? Ja, er is nog een loods van Chemipack in brand gevlogen. En dus af en toe heb je weer van die steekvlammen die flink meters omhoog gaan. Daar zijn ook spullen, chemische spullen in opgeslagen. Dat staat dus nu ook in brand. Dus ja, de bedoeling was eigenlijk dat het rond deze tijd het zijn brandmeester gegeven zou kunnen worden. Maar dat is natuurlijk nou voorlopig gaat het nog een tijdje duren.